De enorme groei van het aantal TU-studenten zorgt ervoor dat de universiteit op termijn mogelijk moet uitwijken naar andere leslocaties in de stad. Bijvoorbeeld Strijp S. Dat heeft Hans van Duin vanmiddag gezegd, de rector magnificus van de universiteit, op de nieuwjaarsreceptie. Het liefst zou je dat toch bij elkaar houden, maar ik sluit niet uit dat we op Strijp S of elders in de stad, het moeten natuurlijk wel onderwijsgebouwen zijn, waar je borden hebt en kan projecteren en dat waar studenten aantekeningen kunnen maken, maar je gaat niet in een concertzaal zitten. Van Duin verwacht voor het komende studiejaar opnieuw een forse groei. Op basis van het aantal aanmeldingen op de open dagen in oktober denkt hij zelfs aan 20%. En de studenten, dat de instroom ontwikkelt zich razend goed. Dus wij hebben in oktober, was het zo druk bij de open dagen, dat we hebben moeten sluiten. Dus wij verwachten toch weer een forse instroom, een groei van de instroom in september. Van Duin keek tijdens de receptie ook nog even terug op het afgelopen jaar. Dat leek even helemaal mis te gaan toen ASML het Nano-instituut niet in Eindhoven vestigde, maar in Amsterdam. Verder was er het vertrek van voorzitter Arno Peels. Maar de universiteit had het vooral moeilijk bij het rondkrijgen van de onderwijslicentie. Door een verandering in de procedure was het lastiger dan ooit, maar uiteindelijk kwam het rond. Dat gebeurde hier en veel mensen erbij, alsof we op onze eindexamenuitslag stonden te wachten. Dus ja, zweet in mijn handen, maar het is allemaal goed gekomen. Tijd dus om het glas te heffen op het nieuwe jaar en de bezoekers met gepaste trots nog even een filmpje te laten zien met al het mooiste van het afgelopen jaar. Dan gaan we nu naar het filmpje. Oh, don't stop me now. Don't stop, yes, now. Don't wanna stop at all.